Jezus. Weet je wel? Want ik ben alleen maar een boodschappenjongen. Halleluja. En het is gewoon goed om tot God te richten, weet je wel? En de Heilige Geest die dient. En de Vader houdt van u. U bent erg een sieraad in zijn handen. U bent ook een hele elegante vrouw. Iemand die staat voor God. En er zit power in u, kracht en dynamisch. Dus de apostolische zalving is op je leven. Een vrouw van authority en het woord van God. Het woord van God. En je hebt het woord meerdere malen opgegeten. En het woord zal uit je komen rijpen. En het woord brandt in die botten. Het woord brandt in je hart. Het woord van God is zo heilig en zo mooi. En het zal doen wat hij zegt en gezegd heeft. En alle beloftes die zijn geprofiteerd. Die misschien is al heel veel uitgekomen. Wat nog niet is uitgekomen. Want als het werk door de Geest is hier is geprofiteerd. Door de Vader Jezus. Dan zet ik het vrij. De goede dingen van God. Die zet ik vrij. En alles wat niet van God was. Dat komt nooit uit. Dat verbreken we in Jezus naam. Want de Vader jou lief met de enige liefde. En hij zegt ik zet een nieuwe zegelring aan je hand. Een nieuwe zegelring. Want als een acceptatie dat jij mijn dochter bent. Zegt papa. Jij bent mijn gezalfde. Mijn dochter. En je gaat vrucht dragen. Vrucht dragen. En vrucht dragen. In je ouderdom zegt de Bijbel zullen ze vrucht dragen. En ook bij die man zag ik zijn verenkleed vernieuwen. Maar ook bij jou. Ik zie je vleugels uitslaan. En de oude veren gaan eruit. En nieuwe veren komen erin. Want je bent echt nodig in deze tijd. Want je gaat nog echt mensen oprichten voor zijn glorie. En blijf het woord verkondigen. Blijf het woord spreken in het huis van God. Ook buiten. Waar in uw familie. In uw kinderen. En waar u ook bent. Hebt u kinderen? Nee. Geen kinderen? Helemaal niet? Nee. Oké. Geestelijk. Ja. Ik zat even aan te denken. In het begin toen ik haar zag, in het begin al, dacht ik, heb ze nou kinderen of niet? Dus dan weet ik al eigenlijk van, ik heb geen kinderen. Maar je hebt wel geestelijke kinderen. Ja, dus zij is mama van de gemeente. Oh, wow, amazing. Amen. Geestelijke kinderen. Maar ook in uw familie om u heen, blijf die woord verkondigen. Want u wordt geëerd in die familie. En u wordt geëerd hier. Maar God zegt, blijf uitdelen. En er gaat nog ook wel een herstel komen op een gebied. Ergens gaat God nog iets, een verhoging geven als nooit tevoren. Ja, God die zegt, ik ga iets doen, iets groots. En nu zal het uitspreiden, nu zal de glorie toenemen. Nu zal ik mijn vaderhart nog meer laten zien aan u, aan jou, zegt de Heer tegen u. Want God is met u, God is met u. Er gaat nog meer wijsheid komen, wijsheid. U hebt wijsheid, maar nog meer wijsheid. En ik zie dat u met een gouden pen... In de Bijbels van de mensen hier schrijft. Met een gouden pen. En u tekent de namen van God in de Bijbels. Want de namen van God zijn heel belangrijk. En met een gouden pen doet u in de Bijbels bij de mensen. Bij iedereen. Dan schrijft de namen van God. En de openbaringen van God in de harten van de mensen. In hun Bijbel. En ze zullen uitkomen. En zullen tot leven komen. God op u gezalf om mensen tot leven te brengen. En dat doet u. In de naam van Jezus. Ja, halleluja. Ik zie ook een paarse jurk. Een hele paarse jurk gewaad. Koninklijk, ja, een gouden kroon. En je ogen zien, maar ze zullen nog meer gaan zien. Je gaat nog meer zien van God. Die liefde. Ah, halleluja. Glorie. Ja, ik zie dat de Vader je hand pakt. En je staat zo voor de troon, het is niet veel, maar het is heel veel wat je hebt gedaan. Van God. Heel veel. En God die multiplied met miljoenen. Want dat is allemaal een roep van die uitgang, ook door deze mensen. En wat u hebt gedaan. Ja, iedereen. Waar u bedient. Ik ben een dienares. En u dient de mensen. U bent echt een dienaar. Amen. Toen jij zo je handen ophield, zag ik goud in je handen. En ik vroeg aan de Heer. Ik zei, Heer, wat is dit? En toen zei de Heer tegen mij. Hij liet mij toen op een gegeven moment een klein meisje zien. Die was aan het dansen. Die was vreugde. Die maakte grapjes. Die was ook wel eens een beetje ondeugend. Maar de Heer zei tegen mij, ik ga je terugbrengen naar deze nieuwe seizoen. Je zal een nieuwe verkwikking gaan krijgen. Je zal als een jonge dame, zal je handelen en wandelen. Je zal je nog meer vreugde ontvangen als dat je nu al hebt. Dank je wel. Dank je wel. Mooi hè? Mooi. Het raakt me heel goed. Ja. Het raakte mij op. Dank je wel. Ja. Het raakte me echt, het woord van God.